Ja, we zijn op een bouwplaats in Rijssen. We zijn hier aan het bouwen met 37 appartementen en een parkeergarage. We hebben vandaag het dek van de parkeergarage gestort met allemaal balken en wanden eronder. We worden 5 verdiepingen hoog en hebben eind november hebben we het gebouw op hoogte. Ik heb de dagelijkse leiding over de bouwplaats. En we moeten alle dingen organiseren die daarmee verband houden. Zorgen dat er materialen komen, mensen komen. Dat de veiligheid in orde is en dat het op tijd klaarkomt. Dan moeten die palen blijven staan, de rest moet eruit. Dus alles wat langs de kant staat. En deze kunnen er ook allemaal uit, deze en die. Het moet stressbestendig zijn en goed kunnen organiseren. Dat is de planning. Dat is een van de belangrijkste dingen hier op de bouw. Die moeten we halen. Is er alle bewerkingen die komen. En dan moet ik zorgen dat de juiste spullen er zijn en de juiste mensen. Als iedereen volgens plannen kan werken, dan gaat de bouw goed. En er hoeft ook niemand overhaast dingen te doen of op onmogelijke tijden te werken of over te werken. Ik heb eerst op de HAVO gezeten 3 jaar. En na het derde jaar ben ik naar de MTS gegaan en heb ik dat afgerond met stages. Ben ik eerst assistent uitvoerder geworden. Toen elke keer kleine klusjes zelfstandig, die werd steeds groter. Daarna ben ik 2 jaar bij een uitvoerder geweest. Heb ik echt samen met hem de hele bouw gemaakt. En toen heb ik zelf een klus gekregen. Ja, ik heb dit klaar, Tom. Wat moeten we nu doen? Ja, je moet toch goed dingen op kunnen lossen als er dingen verkeerd gaan. Of op het laatste moment toch anders is dan jij denkt. Of mensen ziek zijn of niet opkomen dagen. Toch weer tot een goed eind weten te brengen. Ja, het is gewoon het is een heel vrij beroep. Veel buiten. En je werkt met elkaar, met je handen. Of ja, ook wel met je hoofd. En naar een eindproduct toe. En als je klaar bent, als je komt, is er niks. Dan begin je met hek op te zetten en een keten neer te zetten. En als je klaar bent, dan wonen de mensen. Dat vind ik mooi.